In deze video een heerlijke stoofpot van varkenswangen, gemaakt op de Kamado. En die is heerlijk voor in de wintermaanden. Ik ben Thomas van Barbecue Experience Center en in deze video ga ik een heerlijk stoofje maken. De dagen worden al wat korter, dus wat is er dan lekkerder dan een lekker stoofgerechtje? En uiteraard met heerlijke friet erbij. Stoof, we gaan een heerlijk stoofschoteltje maken. Dat doen we met varkenswangetjes. Als je het mij vraagt, het wangvlees is toch wel het lekkerste stoofvlees wat er is. Hè? Of je nou kalfswangen gebruikt of in dit geval varkenswangetjes. Super lekker. Dat vlees heeft natuurlijk super veel gewerkt. Daardoor onwijs veel smaak in. Je krijgt echt een mooie, beetje gelatineuze jus krijg je ervan. Dus daarmee gaan we beginnen. We gaan er lekker donker bier in doen van de magistraat. Een beetje peperkoek uiteraard, om de saus wat in te dikken. Voor het zuurtje en voor het frisse in het gerecht wat Amsterdamse uitjes. En lekker natuurlijk kruiden en specerijen. Ik ga eerst beginnen met het opschonen van de varkenswangetjes. Kom er even bij, cameraman. Kijk, er zit altijd een vliesje op. En die moet er als eerste even af. Als je ze in zijn geheel bereidt, zou je kunnen zeggen van ik laat het vlies eraan zitten en ik haal hem pas eraf op het moment dat hij gaar is. Dus wij gaan hem klein snijden zodat de stoof wat snel klaar is. De cameraman heeft honger, dus lekker lunchje vanmiddag. Dus dan gaan we hem eerst even opkuisen, het vlies eraf halen, rubben. We gaan de varkenswangetjes nadat ze schoon zijn lekker inrubben met de Vikkerin, de Viking Rub. Dit recept is gebaseerd op een van onze chefs. Die heeft een mooi recept gemaakt wat bij ons op de website staat. En daar heb ik een beetje inspiratie vandaan gehaald. Heb ik hem een klein beetje getweaked en dat is uiteindelijk deze mooie stoofpot uitgekomen. Nou, dat vlies is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Je steekt gewoon met een scherp uitbeenmes of een scherp fileermes. Steek je onder het vliesje, snij hem een klein beetje los, dan vouw je het vliesje om het mes heen en dan hou je je mes eigenlijk een klein beetje naar boven en dan trek je het vlies strak en vervolgens kun je hem eigenlijk vrij eenvoudig, maar nu heb ik wel weer een botmes te pakken, dus jammer dit. Kun je hem vrij eenvoudig, kun je hem los snijden. De varkenswangen zijn ontvliest, dan ga ik ze nu lekker inrubben met de Viking Rub en daarna gaan we ze aangrillen. Op het moment dat ze mooi aangegrild zijn, snij ik ze even in vieren. En dan gaan ze allemaal in de Dutch oven met de andere ingrediënten. En dan is het wachten geblazen. Heel lang wachten geblazen. Hoe lang? Hoe lang? Ja, totdat ze gaar zijn. Ik denk uurtje of 3, 2,5. Ik heb er nou al zin in. Ik heb er hoesting voor, Rent. Ik heb er hoesting voor. De varkenswangen zijn gerupt. De barbecue staat er lekker aan. Ik had hem op 190 graden gezet. Uiteraard het gietijzer rooster erin, want ik ga lekker grillen. Ik heb hem ongeveer 20 minuten geleden heb ik hem aangestoken. Er zat nog een klein restje Marabou houtskool in. Die heb ik aangevuld met European ook, zodat die lekker snel op gang is. En dan gaan we eerst even de wangetjes lekker aangrillen. We zijn een minuutje of 10 zijn we verder. Ik heb ze op het gemakje zo heb ze aangegrild, zo 180, 190 graden, niet te hard. Ondertussen heb ik mijn uien gesnipperd en mijn knoflook fijn gehakt. De wangetjes hebben een echt mooi korstje gekregen en door dat korstje krijgen ze ook uiteraard alleen maar meer smaak. Geeft het ook wat meer kleur af aan de jus. Dus ga ik nu mijn opstelling wisselen. Dan haal ik het gietijzeren rooster eruit. En dan plaats ik mijn hitteschilden en mijn RVS rooster. Dus ik maak een volledig indirecte opstelling, hè, zodat we lekker op het gemakje kunnen stoven. Ik ga de varkenswangen een klein beetje kleiner snijden. Dan zijn ze ook wat sneller gaar. Ik hoef niet zo lang te wachten voordat we lekker kunnen gaan eten. Ondertussen heb ik mijn Dutch oven warm gezet, zodat hij al even goed kan voorverwarmen. En dan kunnen we zo meteen de boel nog even lekker aanstoven. De uitjes en de knoflook. En uiteraard de specerijen, zodat ook die smaken lekker vrijkomen.
gaan we het afblussen met bier en rundelbouillon. En dan is het wachten geblazen. De Dutch oven is een klein beetje voorverwarmd. Klontje boter erin. En dan gaan we lekker de ui en gaan we aanstoven samen met de knoflook. Dan kan ik ondertussen mooi even een kruidenbuiltje maken. Dat is namelijk makkelijk, dan hoef ik straks niet te zoeken waar al mijn kruidnageltjes gebleven zijn. Stukje slagerstouw, beetje tijm, stokje kaneel, die doe ik wel even kneuzen. Dan komen de smaakjes wat beter los. Een paar blaadjes laurier. En dan leg ik daartussen mijn kruidnageltjes, drie stuks. De ui en de knoflook is aangezweten. Dan gaat het vlees erin. Even lekker een beetje doorhusselen. En dan blussen wij het geheel af met wat mooi donker bier. Dit is de Pikjongen van Magistraat. Een mooie donkere Imperial Stout. Super lekker om daar een mooi stoofvleesje van te maken. En wie weet, serveren we hem er straks ook wel bij onder snaar. Ik heb het stoofvlees afgeblust met het donkere bier. Vervolgens een chunkje rookhout. In dit geval kersenhout heb ik toegevoegd. Zodat we ook lekker wat rook krijgen tijdens het garen. En dan is het nu even wachten totdat het bier aan de kook is. Dan gaat de rundelbouillon en de kruiden erbij. En dan is het wachten. De Dutch oven gebruik ik vandaag om een lekkere stoofpot in te maken. Maar je kan daar natuurlijk ook super eenvoudig een brood in bakken. Door hem echt als een oven te gebruiken. Je kan in dit geval, heeft hij zo'n deksel met een mooie brede rand. Waardoor je zelfs kooltjes of briketten aan de bovenkant kan leggen. Om ook echt die bovenwarmte te creëren in jouw Dutch oven. En zo kun je hem dus zelfs echt als oven gebruiken. Door een beetje bovenwarmte te creëren. Ik gebruik hem nu als stoofpan. Er zijn zelfs ook Dutch ovens bij waarbij je de deksel kan gebruiken als skillet of zelfs als grill. Kortom, een zeer veelzijdig accessoire voor jouw barbecue. We zijn een paar minuutjes verder. De stoof is inmiddels aan de kook. Dus dan ga ik nu mijn rundelbouillon en mijn kruidenbuiltje erbij doen. We zijn een kleine 3 uur verder. We hebben inmiddels een andere video opgenomen. En het is tijd om ons stoofvlees af te werken. Dus ik ga het kruidenbuiltje eruit halen. Die heeft zijn werk gedaan. Oh, het vlees is mooi zacht. De saus is al lekker gereduceerd, maar nog een beetje dunnig. Dus ik ga hem een klein beetje peperkoek toevoegen. Die verkruimel ik gewoon. Ik begin met anderhalf plakje, denk ik. En dan, mocht het wat meer zijn, dan kunnen we altijd nog toevoegen. En dat geeft dan ook gelijk. Peperkoeks is natuurlijk ook een hele bats met specerijen. En dat geeft dan gelijk enorm veel smaak af. En voor wat fraiseur doe ik wat zilveruitjes. En een klein beetje van het vocht. Ik vind het altijd wel lekker als er een klein zuurtje aan zit. Zo, dan zetten we weer terug. Dan wachten we even totdat de boel goed gekookt is en de peperkoek zijn werk heeft gedaan. Nou, als die zover is en hij is mooi op dikte, dan is hij in principe klaar om te serveren. Bakken we er lekker wat frietjes bij en dan kunnen we heerlijk eten. Nou, de peperkoek is mooi opgelost. De zilveruitjes hebben ook hun werk kunnen doen. We zijn ongeveer kleine 20 minuutjes verder, dus ik doe nog een klein beetje platte peterselie doorheen. Lekker voor de kleur en voor de smaak uiteraard. En dan is het tijd om een heerlijk bordje op te maken. Oh, kijk eens. Een beetje groen erop. Lekker wat frietjes erbij. We hebben de Rustic Fries van Lamp Weston gebruikt. Lekker een beetje Zeeuws zout erop. En uiteraard een kloddertje mayo. Oh. Doe maar lekker een beetje camera. Wat moet ik zeggen? Nee. Nou ja, vinden we ervan. Oh. Echt heel lekker. Beetje zoet, mooi die warme specerijen. Super lekker bij het bier. Je proeft ook nog een beetje in het stoofje. Een beetje dat bittere van het donkere bier. En daarbij natuurlijk ook een heerlijk glas donker bier. Top. Dit is de Kalfater. Dat is een Imperial Stout. Dat is eigenlijk dezelfde als de Pikjongen die we gebruikt hebben in de stoof. Maar vervolgens is hij nog gerijpt op cognac houten vaten. Hij is echt kapot lekker. Het is wel een straffe jongen, 12%, maar heerlijk.
Ik zeg een heerlijk wintersgerecht. Of een herfstgerecht. Voor een donkere zondagmiddag. Lekker je barbecue aan, buiten. Glaasje bier erbij. Niks meer aan doen. Bedankt voor het kijken. En vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En zet dan ook het belletje aan. En dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En wil je meer video's zien? Klik dan hier.